Dames en heren, het moment is daar dat 13-12-13 bekendgemaakt mag worden wie de ondernemersprijs Haarlemmermeer wint voor het jaar 2013. Maar voordat ik de envelop ga openen, sluit ik graag aan bij de woorden van Adam El-Zakkalai, die terecht heeft gezegd dat ondernemend Haarlemmermeer, de kracht die u brengt, de maatschappelijke betrokkenheid die u brengt, is enorm. En maakt Haarlemmermeer, ook in 2013, dat is een feest wat we vanavond toch ook met elkaar mogen vieren, opnieuw in 2013 de meest economisch krachtige gemeente van Nederland. Dat heeft de gemeente Haarlemmermeer niet verzonnen, dat vinden we wel. Maar dat wordt jaarlijks in een context, een competitie, op basis van objectieve criteria door Elsevier's Magazine bepaald. En veel gemeenten willen daar hoog eindigen. En Haarlemmermeer is het gelukt tot nu toe als enige gemeente meerdere keren op die eerste plaats te eindigen. En ik ga ervan uit dat wij samen, u vooral, ook ervoor zorgen dat dat in 2014 weer gebeurt. Met prachtige bedrijven zoals deze en de inzet van ondernemers, drie genomineerden, gaat dat zeker lukken. Ik ga u melden wat de jury mij meegeeft voor de overwegingen die zij gehad heeft bij de keuze. De winnaar heeft, doordat kwaliteit belangrijk is om te overleven, heeft dat laten zien, dat kwaliteit belangrijk is om te overleven. De winnaar is maatschappelijk betrokken. De winnaar is blijven zoeken naar kansen, is zelf kritisch en heeft een duidelijke visie en drive. De winnaar van de categorie 6 medewerkers of meer is de CTS Group. Let's go.